Guys, het is vandaag de eerste dag van Ramadan. Yes. En we zijn lekker een beetje fit begonnen. We hebben een lekkere planning, zodat we niet de hele dag thuis zitten. Ja. Even wat jij gaat doen vandaag. Ik ga vandaag mijn bike ophalen. Ik ga de motor ophalen. Ja, ik ga de motor ophalen. En dan ga ik motorrijden. Ja, maar deze week is het best wel lekker weer. Het gaat niet regenen of sneeuwen meer. Scheelt nee, ons ook wat. Gelukkig. Plus, Ramadan dit jaar is best wel makkelijk, wil ik het niet zeggen. Maar het dan is wel relaxer. Chiller. Ja, relaxer dan vorig jaar. Want vorig jaar was het best wel pittig, man. Ja, en ik heb er oprecht weer zin in. We zijn weer lekker begonnen. En we gaan proberen gezond te eten. Ja, sorry. Ik ben echt zat. We echt vies eten en zo. Ja. Friet en zo. Ik wil deze Ramadan wil ik mijn buik kwijt. Ja, ik ook. Ja, Hoks. Dat is een deal challenge. Dus ik ga binnenkort een video voor jullie maken. Met mijn healthy food, met Ramadan en zo. Ja. Maar ik wil heel graag vandaag vloggen. Want ja, eerste dag Ramadan vind ik gewoon altijd druk om te vasten. We gaan sowieso nog wel wat mukbangs en zo doen, toch? Ja. Ik heb gekeken naar onze oude vlogs. De eerste dag Ramadan. En het was echt leuk om terug te kijken. Ja. En gooi even wat ideeën in de comments van mukbangs die jullie willen zien. Ja, ik heb wel één leuk idee. Kijk wat hier ertussen gaat staan. Wel iets nieuws, ik wil niet sushi, dit, dat. Nee, is leuk. Yeah. Schat, veel succes. Love you, Amir. Je hebt er zin in, hè, eerlijk. Love, jou, hè. Love you. Nou, zie ik jou vanavond lekker? Lekker één en voor één. Het is net alsof ik mijn kind op schoolreisje, voor schoolreisje afzet. Zo voelt het wel. Kus. Love you. Love you. Oh, dan gaat de deur voor je open, wat leuk. Dat is niet voor mij. Oh. Doei. Doei, doei. Ik heb mijn simulator afgezet. En nu ga ik naar Amsterdam, want ik heb vandaag weer een afspraak voor een behandeling tegen kaakklemmen. Dat is weer echt zwaar nodig. Ik heb trouwens net gekeken en we mochten vandaag rond 8:30 al eten. Echt heel erg chill. Ik had wel een tijdje, toen ik keerde, deed ik echt zo laat gewoon vanuit mezelf gewoon al, omdat ik aan het vasten was. Dus het gaat helemaal goed komen. Ik ga nu lekker naar Amsterdam en dan zie ik jullie zo. Guys, ik ben net thuis. Ik ga even snel editen, want ik moet de video van mij en Sissy nog editen. Daarna ga ik even boodschappen doen. Kom je dan mee, Nes? Ja. Ja? Heb je al trek? Ja. Het is nu trouwens 5:00. Ik vind het wel een beetje meevallen nog. Maar ik begin wel echt trek te krijgen. Ik zat in de auto en ik dacht van mezelf van ik heb eigenlijk echt zin in gewoon in een broodje met avocado gewoon erop. Maar we gaan zo naar de supermarkt en dan gaan we even de laatste dingen halen. En dan ga ik gewoon even koken met jullie. Maar ik ga nu even snel aan het werk. Want dan komt mijn eerste Ramadan video online. Dat is die van Sissy, onze kookvideo. En hij is nu al mega lang, 1:30. En ik heb nog best wel lang om te editen. Dus ik denk dat ik hem best wel wat korter ga maken. Maar dat zien jullie, vanzelf voorbij komen. Dinar. Nog 2 uurtjes te gaan, hè? Doe je ook Ramadan, Dinari? Doe je ook Ramadan? Nee, hè? Dat kan jij niet. Dat kan jij niet, hè? Jij kan dat niet. Waarom dwing je ze? Ze moeten elkaar lief hebben. Ik wil Dinar zijn hoofd zien. Dinar. Zaad haar leven. Oh, Dina. Hi guys, ik wil even mijn outfit showen. Ik heb een trui aan van Essie. Van Zara. En Yeezy. Ja. 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 You look looking great. You're looking great. Oh, yes. Looking great. Yes, laat jou eens zien. Laat jou eens zien dan. Oh, de nieuwe. Oh, yes. Ze zien niks. Oh, yes. Yes. Staat deze bij schaduw. Ga weg. Ja. Oh, yes. Wacht, kom naar binnen. Oh, yes. De nieuwe Yeezy, yes. Yes. Wij zijn bij de Albert Heijn. En kijk één keer. Alles voor elkaar met de Ramadan. Dan hebben ze allemaal Turkse producten. En dan... Ze hebben zelfs deze koekjes. Oh, ja, heel gevaarlijk. Nee. We zouden gezond doen. Wow. En kijk, dit is wel echt grappig. Ze hebben hier al staan Eid Mubarak. Maar we zijn nog niet zo ver natuurlijk. Dus kijk hoe cool. Kijk, KitKat. Ze hebben echt een eigen Ramadan doos ofzo. Ja, kijk wat erop staat joh. Vet gaaf. Wij komen dus net van de Appie. Dat is echt een heel leuke afdeling voor Ramadan. Met allemaal leuke spullen. Wat wij hebben gescoord is van die kipworstjes. Merkens ook van een speciale afdeling. En van die kipspiesjes met paprika. Cottage cheese van Essie. Avocados. Tomatensaus. Granaatappel. Wil je aan mij geven? Het is dubbel. Geef
toch aan jou? Het komt, kijk, je doet het zo op scherm, zin oh, hebt en dan doe ik het nog zo. Alsjeblieft. Walnoten. Amandelmelk. Schoonmaakdoekjes. Peren. Wat is dit? Peterselie. Italiaanse kruiden. Chocolate. Dark chocolate. Deze olijven zijn echt mijn favoriet. Ze zijn best wel prijzig, maar ze zijn echt lekker. Schoonmaakdoekjes. Cola. Zero, dat was het. Oké, de planning van vandaag. Ik ga vandaag een linzensoep maken. Dat is echt bijna altijd weer de eerste dag van Ramadan gewoon linzensoep maken. Ik ga kip maken. Die ga ik lekker kruiden met Italiaanse kruiden. En dan maak ik gewoon lekker een Griekse salade erbij. Gewoon heel simpel, gezond. En ik hoop echt dat we dit gaan aanhouden. Eigenlijk nog genoeg tijd, maar ik ga gewoon alvast beginnen met de voorbereidingen. Ik denk dat ik nog een uurtje heb en dat is ruim voldoende. Ik ga beginnen gewoon met de linzensoep te maken. Ik ga even een uitje snijden en deze linzen even wassen. Wat ik meestal doe is gewoon de linzen in een gieter doen. En dan ga ik ze gewoon even wassen zo. Dat je ziet dat alle viezigheid zeg maar eruit is. Dus wij gaan dus bijna verhuizen en mijn kast is opeens kapot gegaan, waardoor ik dus alles hierop heb staan nu. Kijk, al mijn borden staan hier, maar mijn kast is kapot. Alles wat ik trouwens hier heb staan gaat gewoon allemaal weg. Ik ga niks meenemen, want zoals je ziet, ik heb helemaal geen setjes of zo. Ik heb alles elke keer een beetje apart lopen kopen, omdat ik gewoon wist dat het allemaal een beetje tijdelijk was. En nu ga ik eindelijk een beetje mooie setjes halen. Oké, nu over naar de salade. Ik ga een lekkere salade maken met tomaatjes, komkommer, olijven en feta kaas. Gewoon een heel simpele salade. Oh, dat mag wel, ja. En ze is even de dadels aan het maken. Zo, salade is klaar. Nu ga ik even met de staaf hier doorheen. Guys, ruim op tijd. We hebben linzensoep, Griekse salade, kip, dadel met walnoten. En dit is mijn speciale soep met heel veel chili. Oh, guys, het is zover. We mogen eindelijk eten. Oh. Ik heb heel, dag, heel stoer gezegd dat ik geen trek ga krijgen vandaag. Oh, hier heb ik heel veel zin in. Ja, kom, pak er maar eentje. Maar ik heb echt trek. Jij ook? Mmm. Je moet je echt even beseffen, hè? Die suiker in je mond. Wow. Nessie vroeg mij net doodserieus, hoe kan het dat dadel zoet zijn? Jongen. Dacht ik zei daarvoor al, ja. Mag ik een domme vraag stellen? Dus, eet dan, misschien is het in de fabriek gedaan, toch? Ja, ik heb gewoon geantwoord met, het leek me heel logisch van, waarom is een mango zoet? Dat is toch gewoon hetzelfde? Omdat die rijp is. Ja, nou kan. Nee, ik weet niet. Dat is gedroogd, hè? Waarschijnlijk gaat iemand het in de comments wel laten weten, denk ik. Daardoor zijn gedroogd. Want ze smaken vers, smaken ze heel anders. We gaan even, jongens. Guys, ik heb lekker gedoucht. Ik zal even lekker opgefrist. Ik ga straks een heerlijke smoothie maken voor mij en Nessie. Ik heb het recept opgezocht op internet. Maar voor nu is Nessie even een filmpje aan het kijken. Ik ga lekker op de bank liggen. We hebben hier de dadels, walnoten, avocado, banaan, pure chocola. En als laatst amandelmelk. Lijkt zo'n lekkere milkshake met chocola. Masha'Allah. No. Oh, die chocolade daarin is echt no. Heel lekker. Die... Dit is echt niet normaal lekker. Het smaakt naar chocolademilkshake. Het enige wat ik volgende keer moet doen, je hebt dus tegenwoordig avocado diepfris, dat is zo'n pak. Die moet ik dan toevoegen en dan wordt het dus heel erg koud. En dan heb je echt zo'n milkshake, maar dit is echt niet normaal lekker.